Alright, dames en heren, we gaan weer van start gaan na deze korte pauze. Nu, de volgende dame, die heer, dat ik mag voorstellen, maakt eigenlijk korte verhalen op een cynistische... Ze gaat het eigenlijk zo wat dagelijkse leven zo wat in de spot nemen. Ze doet het op een manier dat zo niet echt normaal is, maar uiteindelijk... Hoe ze het aanpakt, is dat ze zo het schrijnende en zo wat, de ellende op toch zo'n iets wat zo sponde manier aanpakt, maar met zo'n leuk en lekker bijsmaak erbij. Wat als zij doet, is zo wat de realiteit op de vingers tikken. Zo wat van, godverdomme! Zeker niet zo realistisch. Zo wat ik dan. Ze geeft zowel lezingen in België als in Nederland. En eigenlijk vandaag wil ze hier gewoon voor ons staan, voor wat drank. Het is drank. Super geniaal. Hey, mensen moeten ervan genieten, want binnenkort moet je ervoor betalen. Dus hou er vast voor Joke van Kaas. Hallo. Ik ga inderdaad een paar korte verhalen voorlezen. Het goede nieuws is dat ze allemaal over mijzelf gaan en verder eigenlijk over niets. En het nog beter nieuws is dat ze allemaal zeer kort zijn, dus het is eigenlijk zo weer voorbij. Het eerste verhaal gaat over de nieuwste vriend in mijn leven, die ik heb leren kennen op Paasdag, een paar weken geleden. Vanmorgen riep Jezus Christus voorbij mijn huis. Gelukkig was ik op het moment dat Jezus Christus passeerde, weer uit mijn raam aan het kijken. Ik kijk 23 uur per dag uit mijn raam. Het overige uur kijk ik naar wat zich afspeelt binnenshuis. Door op die manier te leven maak ik erg veel dingen mee. Ik klopte op het raam. Jezus Christus steeg op en haalde 3 emmers onder zijn gewaad vandaan. Ik opende mijn raam en liet hem binnen. Hij vulde de 3 emmers met water en zei: "Wij gaan samen dronken worden en naar de koers kijken." Om ervan te vergewissen dat het allemaal echt gebeurt, kijk ik af en toe opzij. Jezus Christus dommelt in. Zijn lul ligt slap op zijn onderbuik. Ik vraag me af of het vermoeiend was, opstaan uit de dood. Jezus Christus schept een glas wijn uit de emmer en zegt: "Ik was niet gedisciplineerd genoeg om coureur te worden." Ik ben onlangs verhuisd, een paar maanden geleden, en daardoor maak ik ook heel veel dingen mee. Voorbij mijn nieuwe huis lopen tieners met koffiekoeken. Eentje roept dat hij volgende week een Rottweiler krijgt. De ramen in mijn nieuwe huis hebben enkel glas. Het is 9:55. In mijn tijd begon de school om 8:30. Ik ging meestal tegen 11. Ik zat op een kunstschool. Verbrak je daar de regels, dan kreeg je extra punten. Ik studeerde af met grote onderscheiden. Daarna ging alles mis. Ik heb nooit een Rottweiler gehad en geld voor een bed in mijn nieuwe huis heb ik ook niet. Van mijn ouders kon ik een bed lenen. Ik kon kiezen tussen de matras waarop ik werd verwekt of de matras waarop mijn oma doodging. Ik slaap op de grond. Ik eet een koffiekoek aan mijn tafel. Ik betaalde de koffiekoek met mijn bankkaart. Het kostte me 30 cent extra. De dokter zegt dat ik naar de gewenningskliniek moet. Hij zegt dat ik niet bang hoef te zijn. Het is niet met blijven slapen. Er zijn mensen die wel overnachten in de gewenningskliniek, maar dat zijn probleemgevallen. Niets gewend. De dokter zegt dat het bij mij nog meevalt. Elke donderdag voormiddag zit ik in een kring tussen andere gewenners. De vrouw die het gesprek leidt, zegt dat zij hier ooit ook zat. Ze kon maar niet wennen aan 4. Nu drinkt ze zich elke dag de vernieling in. Ze zegt dat er hoop is voor elk van ons. Naast me zit een obese man. Hij vertelt dat hij gewend wil geraken aan anorexia nervosa. Bulimie is ook goed, zegt hij, als ik maar gestoord leer eten. De zatte vrouw vraagt waarom ik hier ben. Ik zeg dat ik het niet weet.
Ik vertel dat ik bij de dokter langs ging zonder klachten, zelfs geen vagen. De vrouw trekt een blikje bier open en zegt dat ik thuis mijn pyjama moet halen. Op de eerste foto die mijn broer vanuit Nepal stuurt, zitten twee apen op een blauw dak. Op het moment dat ik de foto binnenkreeg, was ik, behalve dat ik naar mijn computerscherm staarde en een banaan had, weer niets aan het doen. Ik doe steeds alsof ik heel hard werk en veel fruit eet, maar eigenlijk eet ik alleen maar veel fruit. Daarnet stond ik me op mijn hoofd af te vragen waarom mensen naar Nepal gaan en of ik niet eens op zoek moet naar echt werk. Mijn hielen raakten de muur. Al mijn muren zitten vol plekken. Wanneer ik omgekeerd sta, verdwijnen de plekken nooit. Ik sta steeds net zo lang omgekeerd tot ik mijn bloed omhoog voel zakken. Mijn tweede lief had dezelfde naam als de aap die 6 jaar lang aan mijn pennenzak ging. Dat zag ik als een teken dat het lief ook wel 6 jaar bij me zou blijven. Ik denk aan hem terwijl ik mijn broer antwoord dat ik wil dat hij terugkeert. Ik schrijf dat ik rijst zal klaarmaken en dat we samen naar de zoo kunnen. Mijn tweede lief bleef 2 nachten en ging toen meer bij zijn oma wonen. Mijn voormalige konijn is veel van haar haren kwijtgeraakt. Mijn voormalige lief raakte ook veel van zijn haren kwijt. Daarom verliet ik hem. Mijn konijn bleef. Ik moet nu enkel nog voor mezelf en 3 planten zorgen. De planten geef ik water, mezelf geef ik wijn. Toen ik het deze week andersom probeerde, begon ik te schelden op iedereen die bij me in de buurt kwam. Enkel de planten scholden terug. Er hing een gespannen sfeer in huis. Mijn haren begonnen ervan uit te vallen. Ik besloot dat ik te jong ben om kaal te worden, al zal niemand me erom verlaten. Ik heb tegenwoordig heel veel vriendinnen die in verwachting zijn, een kindje verwachten. Ik zelf niet. Maar ik heb wel besloten om daarom af en toe een kindvriendelijk verhaal te schrijven en toch te laten zien hoe jij verloopt. Ja. De bovenburen hebben een kind op bezoek. Het kind bleef bij de bovenburen slapen. Ik heb al last van het kind dat bij de bovenburen bleef slapen sinds gisteren namiddag. Urenlang trippelde kindervoeten boven mij heen en weer. Mijn plafond zakte net niet in van een kabouterdans. Om 6 uur in de ochtend klonk een schaterlach. Ik moest me beheersen om niet de trap op te lopen, het kind vast te grijpen en het kind door het raam te gooien. Maar zo ben ik niet. Ik ben lief voor kinderen. Daarom loop ik de trap op, neem het kind in mijn armen en zeg zachtjes in het oor van het kind dat mama en papa haar nooit hebben gewild. In haar studentenkamer wachten mijn zus en ik samen met onze vader op de hesperollen van onze moeder. Mijn zus draait rondjes op haar bureaustoel. Mijn vader en ik zitten in de zetel. We zwijgen. Wanneer ik opzij kijk, zie ik mezelf omringd door mijn zus en haar vriendinnen die gekke gezichten trekken op allerlei locaties. Rond mijn spiegel thuis hangen geen foto's. In de rest van mijn huis hangen alleen foto's waar ik alleen op sta. Allemaal gemaakt in mijn eigen huis, omdat ik mijn huis nooit verlaat. Tenzij een erg mooie, erg geestige, erg aan alcohol verslaafde en erg kinderloze man me dat vraagt. Ik verlaat mijn huis nooit. Ik zeg tegen mijn vader dat ik veel respect heb voor moeders hesperolen, maar dat ik vegetariër ben. Mijn vader wijst naar het boekenrek van mijn zus en zegt, zelf gemaakt. Aan tafel vertel ik mijn ouders en zus over de mannen die me willen en de mannen die me niet willen. Daarna vertel ik dat ik een paar dagen geleden uitgleed en dat niemand me opraapte. Zwijgend pletten we onze aardappelen. Ik neem een hesperol. Mijn moeder zegt, zelfs principes blijven bij jou niet overeind. Ik
keer nog twee stukjes en dan denk ik dat het wel goed geweest is. In de woonkamer van een huisarts drinken een neuroloog en ik een fles whisky leeg. De huisarts drinkt ook mee. Het is zijn whisky, tenslotte. Buiten vriest het, binnen vergeten we. Ik vertel de neuroloog dat ik slecht slaap. Hij zegt dat ik om problemen te bespreken een afspraak moet maken. De huisarts en de neuroloog maken ruzie over raketten. Ik hou niet van raketten. Ik wil niets ontdekken en ik tel nooit af. Met mijn glas stik ik op de tafel. Ik wil nog. Ik zeg de neuroloog dat ik alleen maar afspraken maak om ze af te kunnen zeggen. De huisarts zegt dat we wel naar Mars kunnen, maar nooit meer terug. Het laatste verhaaltje gaat over mijn lievelingsdrank, rosé. Gisteren dronk ik op een terras rosé, de drank der nuance. Dat deze beslissing me later op de dag hoofdpijn zou bezorgen, wist ik. Maar ik pas me zelden aan gevolgen aan. Ik luisterde het gesprek af tussen een jonge man en een jonge vrouw. Ze zaten aan het tafeltje naast me. Ze dronken huisgemaakte ijsthee. Voor verliefde mensen is hoofdpijn zonde. De jonge man zei dat hij multimediatechnieken heeft gestudeerd in Kortrijk. Het meisje hield haar hoofd schuin en vroeg, wat is dat? Kortrijk is een stad in West-Vlaanderen. Ik spuwde de rosé uit, een deel kwam in de asbak terecht, doofde daar mijn sigaret. Met mijn t-shirt veegde ik de rest van de nuance van mijn kin.